Ik wilde ook dit jaar weer een adventkalender maken. Allereerst ging ik naar Alibaba, zocht ik naar supermooie adventkalenders, contacteerde ik de verkoper en vroeg ik voor een prijs. Nou, je raadt het al. Onbetaalbaar. Meer dan 1000 euro voor de productie alleen al, zonder het verzenden. Dus bestelde ik bij mijn vaste leverancier en maakte ik de adventkalender zelf. En natuurlijk kon ik het ook niet laten om nog wat meer te bestellen. En hier zie je eigenlijk al het eerste item liggen. Dit zijn van deze supermooie acrylkralen in twee kleuren. En dit is zeg maar meer met blauw, hier heb ik meer met groen. En ik heb ze ook nog met het rood-roze en wat oranje eroverheen. En zelf vind ik ze echt super tof. Binnenkort hier meer over. Dan zie je het eerste item, dit zijn getallen 1 tot en met 100. En ik had bedacht om die op die gouden sterretjes te gaan plakken. Dan heb ik nog zo'n box met allemaal acrylkralen. En hier zie je het eerste item waar ja, de kralen in verpakt kunnen worden voor de adventkalender. En dat zijn van zo'n zwarte doosjes. Die heb ik ook in het goud besteld, want de speciale dagen mogen natuurlijk in een goud kleurtje zijn. Dan zie je hier hoe ik de eerste artikelen uitgepakt heb. En je ziet hier ook nog wat lint, dat had ik op een andere plek gekocht. En dit is natuurlijk nodig om het in te pakken. Dan heb ik van deze thank you rollen stickers. Die komen binnenkort ook online en ik word hier echt helemaal vrolijk van. Nog wat van die gouden 6 mm acrylkralen. Ook echt te gek vind ik ze zelf. Dan zie je dat ik nog wat koord over heb. En nog wat van deze fragile stickers. Die waren op om op jullie bestellingen te plakken als die verzonnen worden. Dan heb ik wat van dat blauw koord. Dit is trouwens allemaal macramé koord in 0,5 mm. Want die gaan altijd super hard. En die moesten dus aangevuld worden. Dan heb ik zo'n wit doosje. Hier zitten van zo'n rondbek tangetjes in. Met een zwart handvat, want die waren op. Verder is het super leuk om zelf aan de slag te gaan met een adventkalender. Dus ik heb 4 verschillende soorten stickers besteld. Met de getallen 1 tot en met 24. Ook deze staan vanaf nu online. En dan kan ik aan de slag gaan. Ik heb hier 2 doosjes gevouwen als voorbeeld van hoe de doosjes gevouwen kunnen worden. In de adventkalender komen 20 van die zwarte en 5 van die gouden doosjes. En nu moeten we dus gaan beginnen met het maken ja, van een voorbeeld. Wat ik al zei, de getallen wil ik op die sterretjes gaan plakken. En dat wil ik dan vervolgens weer op de doosjes pakken voor de dagen. In totaal heb ik uitgerekend, heb je 10 meter van dit koord nodig. En ik heb ook nog van dat mooie zwarte velvet koord. Er komt 2 meter van erbij. Nou, hier zie je alles uitliggen voor de foto. Alleen een beetje te veel ja, roze licht. Dus ik moet even mijn neonlampen uitzetten. En dan ziet het er zo uit. En dan kan ik hier een foto van gaan maken. Dan kan ik de foto ook gaan bewerken. Dit doe ik in Canva. En hier zie je een versnelde weergave van hoe ik dat aanpak. In totaal duurt mij dit 8 minuten om een foto te bewerken. En klaar te maken voor op de website. Mocht je ondertussen willen weten wat voor inhoud in het pakket zit. Dat zie je hier. Je kan zelf namelijk kiezen. Allereerst een basisprijs, dus voor de verpakking en voor het verzenden. En dan de inhoud mag je zelf kiezen welke waarde dit heeft. En wat je ook kan kiezen is of je een metaalkleur in het goud of in het zilver wil. En als allerlaatste kan je er nog voor kiezen of wij het voor jou in mogen pakken of dat je het zelf doet. En mocht je dan nog meer keuze willen hebben, dan kan je eventueel bij een opmerking ja, plaatsen wat je graag zou willen hebben. We weten niet of het binnen bedrag past, maar we kunnen er natuurlijk altijd naar kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal en een like achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken.